Beste mensen van het leerorkest, 15 jaar geleden begonnen jullie, in de Bijlmer, zonder geld en met wat geleende instrumenten. Jullie rekenden op al die Nederlanders die de magie van de muziek kennen en kinderen dit willen laten ervaren. Jullie vertrouwden erop dat er voldoende landgenoten zouden zijn met dezelfde overtuiging als jullie. En dat vertrouwen is geen vergissing geweest en bewijst zich tot op de dag van vandaag. Jullie bleken ook niet de enige die ieder kind de kans wil geven om een instrument te leren bespelen. Duizenden giften van ouders, familie, buren en andere liefhebbers volgden en bereiken jullie nog altijd. Ook jullie eigen inzet kent geen plafond. En het is voor mij dé verklaring van het succes van het leerorkest. Kijk eens waar jullie nu staan. Na de Bijlmer volgden andere Amsterdamse wijken. Breiden jullie uit over heel Nederland. En nu gaan jullie zelfs overzees. Naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Met jullie aandacht voor die eerste aanraking van een toets, de snaar van een viool of de eerste adem door een trompet raakten jullie vele harten. En om dat samen te brengen in een orkest, in een feest van harmonie en verbinding, daarvoor maak ik graag een buiging. Ik feliciteer jullie van harte met deze mijlpaal en ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst.